Een van de genomineerden voor de Eimond Duurzaamheid Award 2023 is de Eimond Timmerfabriek. Michel van Marm, jij bent directeur, uitvoerend van dit bedrijf. Gefeliciteerd met de nominatie. Dank u wel. Uiteraard is de vraag, waarom zijn jullie genomineerd? Nou, ik denk dat wij met Eimond Timmerfabriek genomineerd zijn omdat wij een echt duurzaam bedrijf zijn. Wij hebben duurzaam ondernemen. CO2-reductie, dat heeft echt een prominente plek in onze bedrijfsvoering. Nee. Ik denk dat dat een van de redenen is dat wij genomineerd zijn. Even in de praktijk, duurzaam ondernemen. Welke elementen kun je daaruit pikken die heel belangrijk zijn? Nou, voor ons is duurzaam ondernemen is vooral het verlagen van onze CO2-footprint. Het verminderen van CO2-uitstoot. En dat doen we op veel manieren. Dat doen we door slimme software, waardoor we een soort eindeloos hout maken. Dat doen we door duurzame mobiliteit. En dat doen we door onze bomenplantprogramma, wat wij in samenwerking doen met Tree4All. En waarmee wij proberen het ontbossen, zowel nationaal als internationaal tegen te gaan. Michel, jij noemde al Tree4All. Dat is een bomenplantprogramma. Hoe zit dat precies in elkaar? Samen met het bomenplantprogramma Tree4All willen wij samen met onze klanten, maar ook vanuit onze bedrijfsvoering, een bijdrage leveren aan het ontbossen, internationaal en nationaal. En dat doen we waarbij het uitgangspunt is dat wij voor elk geproduceerd buitenkozijn wij een boom bijplanten. Daarbovenop planten wij jaarlijks 150 bomen extra, als kers op de taart. En dat wordt bevestigd middels een certificaat die door Tree4All wordt uitgegeven. En hierbij kunnen we zien dat wij 150 bomen hebben geplant. Het uitgangspunt is dat, een boom minimaal zo lang meegaat, een geplante boom minimaal zo lang meegaat als onze producten. Dus stel, een boom groeit. Dat duurt 30 jaar voordat wij dat weer kunnen gebruiken om kozijnen van te produceren. Maar daarbij moet je eens bedenken dat onze kozijnen 100 jaar meegaan. Door het bijplanten dus van die bomen hebben we natuurlijk een gigantische reductie. En kunnen wij nog generaties lang van onze bomen genieten, van hout genieten. En hout is onze passie. Mooi streven, Michel. Je had het ook over houtafval. 30% minder houtafval. Hoe bereik je dat? Ja, ik vind 30% is ook echt feitelijk waar. Los van het geld, hè, want het is gewoon netto geld. Wat wij doen is, wij hebben meerdere orders. Die bundelen wij bij elkaar. Door slimme software worden uit tot hele balklengtes worden elementen samengesteld. Het kan zo zijn dat we restbalken overhouden. Dat onthoudt die software. Dus op het moment we... Dus een kozijn kan samengesteld uit een hele balk en uit restblokken. En zo beperken we gigantisch het restafval. Een ander ding is dat wij van de reststukken kunnen wij door middel van een speciale verbindingstechniek kunnen wij het hout weer koppelen. En dat hout is geschikt voor binnentoepassing. En ja, daardoor ontstaat hebben we nagenoeg geen afval. En dan heb je eigenlijk een eindeloos hout. Elk proces vergt ook warmte, geeft ook warmte. Het hergebruiken van warmte is belangrijk. Hoe bereik jij dat? Een aantal dingen. Maak toch even passie naar rechts. Wij op het gebied van elektra hebben we 192 zonnepanelen op het dak liggen. Daarnaast hebben we laadpalen. En we doen hergebruiken van warmte. Dat doen we op twee manieren. Je hebt machinewarmte. Die machinewarmte verwarmt onze werkplaats. Die machines draaien toch. Daar maken we gebruik van de warmte. We maken gebruik van een recirculatiesysteem. Wij blazen warme lucht in onze spuitcabine in. Daardoor spuiten wij verwarmd. Dat geeft een hogere kwaliteit. Maar tegelijkertijd zuigen we die warme lucht weer af. Die warme lucht transformeren we door naar onze spuitcabine. Daar blazen we opnieuw in. En dan drogen wij met diezelfde lucht die in de spuiterij is ingeblazen. En die warmte is dus een recirculatiesysteem. Een ander item wat mij opviel was dat je een mooie slogan hebt: extern winnen, intern beginnen. Wat bedoel je daarmee? Nou, dat is tweeledig.
Ten eerste is dat ik buiten de deur in het oosten van het land bij veel collega timmerfabrieken heb gekeken van hoe doen jullie het? Hoe gaan jullie daar nou mee om? Of hoe hebben jullie dat geregeld, georganiseerd? Nou, en dat alles hebben we bij elkaar gegooid. Daar hebben we een eigen sausje overheen gegooid. Onze denkwijze overheen gegooid. En zo zijn we tot een geoptimaliseerd proces gekomen. Anderzijds is om iets te realiseren heb je draagvlakken nodig. Zeker bij je jongens op de werkvloer. En ik wil ze daar deel van maken. Dus denk maar met me mee. En hebben we met elkaar afgesproken, joh, als jullie nou één keer per jaar een duurzame maatregel bedenken. Nou, een mooi voorbeeld van afgelopen jaar is dat ze bedacht hadden van joh, laten we de plastic bekertjes vervangen door kartonnen bekertjes die we meerdere keren kunnen gebruiken. Een besparing van 50.000 plastic bekertjes per jaar. Ja, en dat is een directe bijdrage aan het milieu. Michel, de wensen voor de toekomst zijn er nog. Hoe zie je de toekomst? Ik ben positief. Oké. Ik ben sowieso positief ingesteld. We moeten het met elkaar doen. Dat is een feit. En daar proberen wij als Eimond Timmerfabriek ons steentje aan bij te dragen. En als iedereen dat doet, dan zijn we op de goede weg. En zeker heb ik, ik heb twee ideaalbeelden. Of wat ik graag zou willen. Ik zou sowieso graag naar 100% papierloos willen. Dat gaan we de producten taggen. Daarmee kunnen we op afstand digitaal producten volgen. We kunnen de jongens informatie geven. Dat zou ik heel graag willen. Dat maakt het spelletje tussen werkvoorbereiding, proces een stukje leuker. En door het doorautomatiseren en misschien wel robotiseren, waar we mee bezig zijn op dit moment, komen er wellicht in de toekomst werkplekken vrij. En die zou ik heel graag willen invullen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Michel van Marm, hartelijk dank voor dit interview. Eimond Duurzaam Award 2023 staat op de Eimond Timmerfabriek te wachten. Klopt dat? Jazeker. Oké. Hartstikke bedankt. Succes. Dank u wel.